heel wat gejank en gehuil hier op de achtergrond. Want nu vindt het dan plaats bij Indramayu, de Caribbean Spay-Neuter project. En dat is dan de sterilisatie- en castratieproject van de organisatie uit Amerika onder leiding van mevrouw Karin Wanner. Maar mevrouw Wanner die is er helemaal niet te spreken over iets gruwelijks dat zich vandaag heeft voorgedaan te Paramaribo. En dat is dat er daar heel wat honden werden gedumpt. Bij de 100 honden waren er daar. En haar organisatie zorgde voor medicijnen en voeding van de honden. Die zouden hier 2 dagen lang ook gesteriliseerd worden. Maar zij kregen toen het nieuws dat de honden allemaal vergiftigd zijn geworden. Zeer kwalijke zaak dat mensen allemaal daartoe zijn overgegaan. We spraken daarover met mevrouw Karin Wanner, maar ook over het project hier te Indramayu. Deze keer ben ik ontzettend boos. Ik zal het even uitleggen. Op Paranam is er een dumping ground van honden. Er wordt massaal gedumpt op een bepaalde plek op Paranam. Honden. Je vindt daar honden van alle leeftijden. Want natuurlijk gaan ze paren met elkaar. Alle honden hebben geslachtsziekten. We zijn al maanden bezig. Het heeft honderden US dollars gekost om deze dieren iedere dag 2 maal daags eten te geven en te behandelen tegen de geslachtsziekten. Ze hebben allemaal geslachtsziekten. Die medicijn die we gebruiken tegen de geslachtsziekten is vincristine. Dat is ontzettend duur. Geen probleem. We kunnen fundraisen daarvoor. Voor vandaag hadden we 20 tot 25 van die dieren van Paranam. Die mensen, onze vrijwilligers, die ze eten geven en die ze kunnen pakken, want ze zijn schuw natuurlijk, ze zijn wild. Voor vandaag zouden we 25 van die honden steriliseren en castreren en maandag weer 25. Dus ik vraag aan de intaketafel, zijn die honden van Paranam al gekomen? En ze zeggen tegen me, nee, die mensen van Paranam hebben allemaal vergiftigd. Dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, het is toch verschrikkelijk. Die mensen moeten hebben gezien dat we die dieren verzorgen. Het gaat niet om 1 of 2 honden. Nee, er zijn zeker 100 daar. Ja, dus het is gewoon een massagraf. Het is vreselijk. Dus ik ga inspecteur Kia opbellen, zodat hij maatregelen kan treffen. En als hij mijn telefoon niet beantwoordt, ga ik tot naar zijn huis. Want er moet iets gedaan worden. Weet je, iedere keer wanneer ik zeg op Facebook of op de tv, de radio, wanneer jullie dierenleed zien, moeten jullie de politie bellen. Dan zegt iedereen tegen me, ach, ze doen toch niks, is lasting. Er is een wet, dierenwelzijn, vanaf 2017. Het is de taak van de politie om op te treden. En wanneer het volk, de gemeenschap, dan een beroep doet op de politie om iets te doen tegen het dierenleed, waarbij ze dus aangifte doen, dan reageert de politie niet. Ze lachen je of uit of ze vinden dat je gek bent. Weet je, ze behandelen je als een gek. Nee, inspecteur Kia gaat zeker van me horen. En ik weet waar zijn huis woont, dus hij gaat me zeker zien. Dit kunnen we niet zo laten. Ja. Dus niet alleen maar dierenleed, maar in feite ook weggegooid geld. Ja, precies. Precies, want die mensen van Paranam moeten gezien hebben dat we bezig zijn die dieren te verzorgen. We geven ze iedere dag eten en we behandelen ze tegen die geslachtsziekten die ze hebben. En dat we ze 1 voor 1 steriliseren en castreren, want daarmee zijn we al begonnen bij de lokale dierenartsen. Maar hier kunnen we grote getallen doen, dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan vandaag 25 doen en maandag. Ja. En nu u toch eenmaal praat over dit project, mevrouw Karin, hoe is de opzet dit jaar? Alle dierenartsen zijn er goed gearriveerd? Jawel, het is een team van 22. Ik heb 7 opererende artsen. 1 niet opererende arts, die houdt het hele project in de gaten. En dan de rest zijn dierenartsassistenten. En natuurlijk ook de Surinaamse vrijwilligers. U ziet ze in onze truitjes. Want er zijn geen projecten zonder de Surinaamse volunteers. Ja. En hebben de Surinamers nu toch wel hun beste kant laten wijzen door niet af te melden, maar dat ze netjes hun dieren brengen? Oh ja, natuurlijk gaan er mensen zijn die afmelden.
We helpen de mensen die veel dieren hebben, de zogenaamde hoorders, de verzamelaars. We zeggen ze, luister, breng alle dieren voor ons, we gaan je helpen. En het zijn juist die mensen die op het laatste moment zeggen, ik ga niet komen hoor, volgende keer. Weet je, er is geen volgende keer, er is geen volgende keer. We gaan je niet meer helpen. Want het is geen bakovenwinkel hier, je moet registreren. Dus als iemand 600 voor ons brengt, omdat ze niet kunnen verzorgen en het niet kunnen betalen, weet je, dan wordt die opgenomen in de hele lijst van een bepaalde datum, dan komen ze niet. En dan wat moeten we met die lege plekken doen dan? Weet je, deze mensen komen van heinde en verre. Ik leg het u wel uit, ik heb 4 Canadezen deze keer. Het heeft 3 dagen geduurd voor ze in Suriname aankwamen. De rest van die Amerikanen, ja, ook 3 dagen. Het hangt er vanaf waar ze wonen in Amerika. En dan zijn Surinamers zo ondankbaar om op het laatste moment af te melden. Ik bedoel, we kouwen het al voor je voor. Je moet alleen maar slikken. En zelfs dat is moeilijk. En jullie target is gesteld op? Wel, we zouden 500 doen. Dus iedere dag 125. Maar we hebben iedere dag 138 tot 145 gescheduled. Mm-hmm. En het lukt. Gisteren hebben we 124 gedaan. We zouden 138 doen, maar natuurlijk een paar zijn niet gekomen. Maar het gaat heel erg vlot. En zijn er mensen die helemaal niet afmelden? Oh ja. Zeer zeker. Zeer zeker. Dat kan je niet veranderen. Mm-hmm. Mm. Maar wel irritant. Want anders kan jullie altijd ook anderen inschuiven. Ja, precies. Dus daarom hebben we in plaats van 125, 145 ingeboekt per dag. Zodat als mensen niet komen met 600, of in plaats van 3 katten brengen ze 2, want die andere kat is of dood of weggerend, weet je, dan halen we onze target wel. Ja. En hoe zit het met accommodatie, kostenwijs, dit project? Jullie komen uit met eten, drinken, water. Want ik bedoel, jullie doen alles pro deo voor die samenleving. Ja, we doen het pro deo voor de samenleving. De mensen die honden brengen moeten wel 450 SRD betalen voor een Surinaamse hond tot 20 kilogram. En een poes 250 SRD. En dat geld gebruiken we dan om de lokale onkosten te dekken. Maar natuurlijk, dat geld is nooit genoeg. Dus we vragen de gemeenschap om ons te helpen. Het liefst met de financiële bijdrage, want we hebben alle maaltijden al besteld, maar money no day om alles te betalen. Weet je, niet op het laatste moment of wanneer we al bezig zijn met het project, dat men zegt, hey Karen, heb je nog maaltijden nodig? Weet je, alles is al in kannen en kruiken. Dat geld hebben we niet, dus het is het makkelijkst om ons te helpen met een financiële bijdrage. En ik zal het bankrekeningnummer doorgeven, want ik geef het zo vaak door dat ik het uit het hoofd ken. Het is de Fina Bank. Ten name van Stichting Caribbean Spay Neuter. En het rekeningnummer is 1001-108-456. Ja. Heel makkelijk om te onthouden. Ja. En dit zal duren tot wanneer? We hebben gisteren geopereerd, dus 8 zijn we begonnen. Vandaag 9. Morgen gaan we Chinees nieuwjaar vieren. En dan weer zondag en maandag. Dan is het weer voorbij voor dit jaar. Dan is het weer voorbij. Ja. Niet voor dit jaar, maar ik bedoel het eerste voor dit jaar. Ja, het eerste project voor dit jaar. Ja. Ja. Maar het team is enthousiast. Zijn er veel nieuwelingen erin? Het team is ontzettend enthousiast. Deze keer heb ik de hulp van de dierenartsen en de dierenartsassistenten van World Vets. Ze hebben heel veel ervaring. Daarom gaat het als een sneltrein. Mm. Ja. De bus die ons moet ophalen bestel ik altijd voor 6 uur om ons te komen halen. Maar gisteren om 4 uur moest ik ze bellen. Hey, we zijn klaar. Okay. Nee, maar zijn er dierenartsen die de eerste keer zijn gekomen? Naar Suriname, ja. Er zijn 2 of 3 die nooit uit Amerika zijn geweest. Dus het is een hele openbaring voor ze, maar positief. Ja. Positief. Ja, ze zien al die manjes hangen aan die bomen. En ik heb ze gezegd, ik zal manjas voor jullie kopen, maar natuurlijk money no day. Dus ik vraag aan de gemeenschap om ons alsjeblieft ook te helpen met fruit. Fruit uit uw tuin, u hoeft het niet te gaan kopen als u, weet je, geen boom heeft. Maar ja, dat zouden we zeker op prijs stellen. Alles is welkom hoor. Bakoven, manjas, ananas, kokoswater, kokosnoot, wat er is. En dat mogen ze brengen bij Indramayo.
Dat mogen ze brengen bij Indra Mayo. Dus vandaag nog tot 4 uur. Misschien wel eerder. Hè? En dan zondag en maandag tussen 8 en 4. Ja. En u zegt, het gaat daar allemaal als een lopende trein. Ja, als een sneltrein, ja. Omdat ze zoveel ervaring hebben. Ja. Maar u hakt er nu al een tijdje met dat beltje in Suriname, voor wat betreft dit project. Ja. Wat zijn de dingen die u steeds leert? Dit is het 15e sterilisatie- en castratieproject van Stichting Caribbean Speenhoeter. Je leert iedere keer iets bij. We hebben deze keer iets gemaakt als een volière. De vorige keer hadden we een heleboel katten die zijn weggerend. En dat is natuurlijk de schuld van de diereneigenaren. We zeggen tegen ze, jullie moeten jullie kat in een goed sluitend kenneltje plaatsen. Ik zijn dovemans oren gezegd. Ze brengen die kat op hun schouder. Komen naar hier. Die kat wordt helemaal wild. Die kat wil wegrennen. Ze grijpen die kat. Die kat scheurt ze helemaal open. We hebben een bloedbad hier. Dus deze keer hebben we een volière gemaakt. Ik noem het Alcatraz. Nobody escapes from Alcatraz. Dus daarin behandelen we die katten. Dus niemand kan meer wegrennen. Al brengen ze die kat op hun schouder of in een doos met 15 meter tape. En dan toch kan die kat ontsnappen. We zetten ze gelijk in die volière. Had u nog iets te zeggen voor zij die zich geregistreerd hebben? Of iemand die toch nog wat wil bijdragen aan dit project, mevrouw Wanner? Ja, zeer zeker. Aan iedereen die zich heeft opgegeven, wil ik vragen om inderdaad te komen. Doe een beetje moeite. Nou, wij doen ook moeite om naar Suriname te komen. Meer moeite dan jullie, want we zijn doodmoe wanneer we aankomen. Van die reis, zodat we jullie dier kunnen helpen. Suriname gonst van de honden en de katten. Maar ik wil ook de mensen bedanken die inderdaad komen naar die projecten. Want sterilisaties en castraties zijn de enige humane manier om de grote overpopulatie van honden en katten een beetje tot bedaren te brengen.